Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een tweedeling boven Nederland, want in het noorden drijft bewolking rond. Daar valt ook wat lichte regen uit. Maar die wolken trekken wel weg, in het midden en zuiden is het vrij zonnig. In de ochtend temperaturen oplopen tot tegen de 20 graden en in het kwik gaat in de middag verder omhoog. We hebben zon en we hebben stapelwolken. Heel misschien valt er in het oosten van het land een klein buitje, maar verder blijft het droog. En het wordt zo'n 20 tot 22 graden in het noorden en lokaal 27 in het zuiden van het land. De wind is zwak tot matig uit een noordoostelijke richting. Vanavond is het vrij helder met temperaturen die langzaam dalen in de richting van 20 graden en uiteindelijk er in de nacht wel onderkomen. En dan gaan we morgen naar een warme dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Zonnige momenten, stapelwolken en in de middag in het zuiden kans op een stevige regen of onweersbui. In de avond en nacht volgen meer buien. Maar daarmee is het vrijdag niet gedaan met het zomerweer. Want in de loop van de ochtend trekken die buien weer weg. Komt de zon erbij en worden 22 tot 28 graden. Zaterdag opnieuw een warme dag met slechts een enkele bui. Zondag volgt meer regen. En dan gaat de temperatuur weer omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.